Welkom, dank jullie wel dat jullie allemaal zijn. Even een korte briefing voorafgaand, dus die actie. We zijn met veel disciplines bij elkaar, maar iedereen heeft dat ingedeeld in een eigen straatje. Hier liggen ook de overzichten. We kunnen met veel mensen, veel specialiteiten, kunnen we denk ik een hele mooie actie neerzetten. We hebben een aantal grote toevoerswegen, dat is natuurlijk de A50, de A12. We krijgen een ampère op de schaars, die wordt ook doorgegeven. Wat mij betreft was dat. Heeft er iemand nu een prangende vraag die plenair geregeld moet worden? Heel veel succes en plezier. Kijk even waar je staat, richt je controlestraatje in, pak nog een bak koffie en dan gaan we draaien. Leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. We zijn vandaag inmiddels aangekomen in Wolfheze. En we gaan namelijk meekijken bij een grote gezamenlijke actie van de politie en heel veel partners daarin. En we gaan dit doen met een oude bekende die jullie wel eens eerder in de video hebben gezien. Die is een van degenen die het heeft georganiseerd. Hij gaat geloof ik ook de briefing geven. En dan gaan we hem daarna nog even vragen wat verder allemaal de bedoeling is. En ja, we gaan even kijken bij de opbouw. We zijn hier in Wolfheze, integrale verkeersactie met heel veel partners. Waaronder een heel aantal van de politie, de douane, de belastingdienst. En wij gaan een hele grote controle doen. Verkeerszaken, ondermijnende criminaliteit, milieucriminaliteit. En hopen zo wat kunnen bijdragen aan de verkeersveiligheid. Inmiddels is de controlelocatie opgebouwd. Robin legde net al een beetje uit het doel van de actie. In dit geval is het ook goed te benoemen inderdaad. Er zijn heel veel partners aanwezig. En het voordeel daarvan is uiteraard dat we dan heel goed gebruik kunnen maken van elkaars bevoegdheden. Je moet je bijvoorbeeld voorstellen, de douane is aanwezig. En die kan wat sneller dan de politie bijvoorbeeld busjes openen en in de laadruim kijken. Nou, zo heeft elke dienst en instantie bepaalde bevoegdheden en tactieken. En met dit soort acties in de gezamenlijkheid kunnen we dat mooi combineren. Nou, en ook in dit geval wordt de actie gedraaid met ANPR-camera's en motorrijders die de voertuigen ook op zicht meenemen aan de hand van indicatoren die kunnen leiden tot criminele activiteit, zullen we maar zeggen. Want je moet je voorstellen, zoals Robin net ook al zei, de actie is in eerste instantie deels gericht op verkeershandhaving, hè, verkeerstechnische staat en alle verkeersovertredingen die worden gezien. Maar je moet je ook voorstellen dat heel veel criminele activiteiten die verplaatsen zich uiteindelijk vaak over de weg. Denk aan geld, denk aan drugs, denk aan wapens. Hè. Die transporten gebeuren vaak over de weg. En daar zijn dit soort acties natuurlijk ook op gericht om die eruit te filteren zo ver mogelijk. Maar denk ook aan mensenhandel of mensen die illegaal het land proberen binnen te komen. Nou, op die manier en gezamenlijk met een aantal partners proberen we dat soort dingen te onderzoeken, te vinden. Ja, dat is eigenlijk het doel, grote doel van deze actie. Dus we gaan eens even kijken hoe het allemaal loopt. Een lang verhaal misschien weer, maar we gaan naar de actie kijken. Je krijgt een rijverbod van 24 uur. Dus de eerste 24 uur mag jij geen enkel voertuig besturen. We zijn inmiddels eventjes hier aan de ingang van het controleterrein. En daar gaat weer een motorrijder onderweg om een nieuw voertuig op te halen. De voertuigen worden hier uiteraard binnengebracht, een controlelocatie op. En dan krijgen ze bij de controle, worden ze gelijk, of bij de ingang eigenlijk, wordt er gelijk even een ademtest gedaan om te kijken of mensen niet onder invloed zijn. Dus dat wordt ook meegenomen. En daarna geeft de collega op de motor ook aan wat er eventueel mis is met het voertuig. Hè. Zijn de verkeersovertredingen gezien en wat is de reden dat ze hem binnenbrengen. Is er bijvoorbeeld een ANPR-hit, dan krijgen de voertuigen een kaart. En die zijn in kleuren ingedeeld. Bijvoorbeeld de rode kaarten die dan op de ruitenwissers even worden neergelegd. Dat betekent dat er een hit is voor de Belastingdienst en dat daar voor de Belastingdienst extra aandacht is. En
Ja, wil niet altijd zeggen dat het ook echt daadwerkelijk wat is, maar dat geeft een indicatie dat er wat gecontroleerd moet worden. Zo zie je ook dat er heel veel voertuigen binnenkomen. Altijd goed te vermelden, niet per se met alle voertuigen is wat aan de hand, maar sommige worden gewoon even gecontroleerd en kunnen daarna ook weer gaan. En bij sommigen is uiteraard wel wat aan de hand. Knut ze je zelf aan of heb je hem zo gekocht? Ik knut ze zelf aan. Je knut zelf aan? Superman, dankjewel. Ja, top. Ik ga dan nu de motor starten en dan ga ik gewoon de meter doen. Dus ik zou het drie koeren zijn. We hebben zojuist even meegekeken bij dat voertuig waar uiteindelijk ook een geluidsmeting is gedaan. Collega's dachten dat die mogelijk wat te veel decibel produceerde. Uiteindelijk de meting gedaan en alles was netjes binnen de normen, dus die is in orde. Gaan we nu even meekijken met twee voertuigen. Ik begreep dat de speurhond van de douane erin gaat, want er is wat drugs aangetroffen. In één voertuig zijn wat hennetoppen aangetroffen, het andere voertuig geloof ik een zakje ketamine wat ik begrepen heb en ook wat wiet. Dus kijken wat er verder nog uitkomt. Zoals net zei, we hebben even meegekeken bij die twee voertuigen. Het eerste voertuig, het busje zullen we maar eventjes zeggen, daar is verder niks aangetroffen, behalve dus één top van een hennepplant, een beetje apart, en een halve joint. Ik begreep wel dat de bestuurder daarvoor is aangehouden, want die bleek ook onder invloed te zijn, dus dat is artikel 8. Daarvoor is net bloed afgenomen, daarvoor wordt het procesverbaal opgenomen. Dan hebben we nog het andere voertuig. Ik dacht dat het ketamine was voor gebruikshoeveelheid, alleen twee collega's, nou, het is best wel een grote zak. Dus op de beelden kan ik even laten zien dat het iets meer is dan gebruikshoeveelheid. Alleen begreep ik dus ook, ik dacht dat dit op de opiumwet staat, maar het blijkt dus op lijst voor medicijnen te staan. Ik weet niet of ik het helemaal goed zeg, maar het staat dus niet op de opiumwet, maar de medicijnenwet, waardoor het wat, klinkt heel raar, minder strafbaar is, omdat het natuurlijk een medicatie is waar je, ja, dat je normaal zou kunnen krijgen op een recept of via een dokters doen. En kennelijk is er ook wel vervoer, hè, want het middel wordt gewoon gebruikt bijvoorbeeld bij het verdoven van dieren, wat ik begrepen heb. En daarvoor zijn natuurlijk alle richtlijnen dat je het wel mag vervoeren en in bezit hebben. Dus in principe is die meneer in dit zin strafbaar dat hij niet de juiste documenten bij zich heeft. Dus in overleg met de HVJ wordt alles in beslag genomen en vernietigd. Er wordt nog even gekeken of er een bepaald procesverbaal voor wordt opgemaakt. In principe is ook een drugstest afgenomen bij deze bestuurder, maar hij was verder niet onder invloed, dus dat is in orde. En ik hoop dat ik het goed heb uitgelegd en anders zal ik de tekst nog even erbij zetten. We gaan weer bij de volgende kijken. Nee, de hondengeluiden die komt straks volgens mij deze kant op. Juist een, ja, ik wil zeggen een melding is het niet helemaal, maar er is een ANPR-hit geweest die werd meegenomen door een van de motorrijders. En toen stopte de bestuurder ineens op de vluchtstrook, die heeft zijn auto hier achtergelaten en is hier over het hek gesprongen. Het gebied is inmiddels afgezet, de auto is door de collega's in ieder geval van de snelweg gehaald. En nu gaan ze zoeken naar de verdachte om te kijken of die hier in het bos ergens verstopt zit.
Als eerst gaan we even schakelen naar een andere gespreksgroep. En we zijn inmiddels geschakeld. Even een kleine update. Het gebied is nog steeds afgezet. Ik kon net even de beelden zien. De hondengeleider is nu het zoekgebied in. Die is nu nog aan het zoeken. Er staan een aantal collega's helemaal omheen. En ik hoor net dat de informatie is dat de Zulu onderweg is om vanuit boven en uiteindelijk ook met de warmtebeeld mee te gaan zoeken. En tot die tijd is voor ons even status quo om het gebied zomaar dicht te houden. Ja, controle naar aanleiding van de ANPR-rit, voertuigcomfort, de zaken kloppen kraken en drugs. Ja, duidelijk. Ja, we zijn zo goed als te plaatsen. We zijn inmiddels weer terug op de controlelocatie. Dat betekent eigenlijk ook dat ik moet zeggen dat we de verdachte in dit geval niet hebben gevonden. We hebben er alles volgens mij aan gedaan. Met de heli gezocht, met de honden in ieder geval kunnen zoeken. Het gebied was snel afgezet, alleen de verdachte is toch nog ontkomen. Het voertuig wordt nu verder onderzocht. Tenminste is inmiddels ook onderzocht hier op de controleplaats. En wat daar precies uitgekomen is, dat ga ik zo even navragen en dan kom ik zo over terug. Er gebeurt uiteraard van alles door elkaar heen. We hebben zojuist even meegekeken bij het wegen van een voertuig in dit geval. Die had namelijk een aanhanger met zich mee waarop zo'n katrol stond met allerlei bedrading. Die wordt gebruikt om in de grond te leggen voornamelijk. In dit geval hadden de collega's het idee, ja dat klopt niet, volgens mij mag dit voertuig helemaal die katrol niet trekken. Nou dat bleek inderdaad ook, hij zou de aanhanger mag maar 750 kilo hebben. Uiteindelijk was het bijna 1900, dus dat is te veel overbeladen. Daarvoor is in ieder geval procesverbaal opgemaakt. De bestuurder moet nu wat anders bedenken om het in ieder geval hier op te halen. Mag daar niet meer verder rijden. Dat was even een update van de wegenplaten en het voertuig en wat erbij hoort. Because the yellow sign on the plate is only for Germany driving. For 5 days to export the car. Yeah, I understand. Hij vindt dat het gewicht zoals hij weegt, wij bepalen dat het maximaal belaadbare gewicht telt en dat is meer dan 3500 ton. En daar kan ik niet mee eens zijn, maar dat zijn wel de regels zoals we die in Nederland handhaven. Ja, ik snap hem. Nou, we zitten net even zijn stempels te kijken en hij is keurig netjes dit jaar op 1 april uitgereisd en vervolgens pas weer op 16 juli ingereisd.
In ieder geval hartstikke bedankt voor jullie aanwezigheid. Ik denk dat we er een mooie controle van hebben gemaakt. We zijn inmiddels aan het einde gekomen van de actie. Ik kon net even een stukje meekijken bij de debriefing. We hebben echt heel veel kunnen doen. Het mooie is dat je ziet dat de partners goed samenwerken. Dat we met de douane en de belastingdienst dat het echt een goede mix was. En dat het eigenlijk best wel vanzelf ging. Mm-hmm. Niet alle resultaten zijn wit. Wij hebben wat drugs in beslag genomen. We hebben nog een wapen in beslag genomen. Een mes is dat geweest. Pepperspray zag ik ergens ook. Pepperspray nog. Met meer dan 95 man. Dus het is mooi in de tijden van kratten dat we nog wel zoiets kunnen organiseren. En dat ook gewoon een signaal naar buiten is dat we echt wel verkeersveiligheid, ondermijnende criminaliteit, milieucriminaliteit, dat we daar wel echt nog een vuist tegen kunnen maken. En mooi dat erbij was. Ja, oké. Okay. Ik ga het niet langer houden. Thanks. Dank je wel. Mensen, we hebben het camera op het statiefje van een auto gezet. Dus allemaal mensen wachten die willen de auto meenemen. Dus bedankt weer voor de uitnodiging. Zeker. En voor de gezelligheid. Wil ik jullie weer bedanken voor het kijken. Laat een duimpje achter. Abonneer en tot de volgende keer. Later. Yo.